Waarom steken wij mensen zo snel in hokjes? Het is natuurlijk makkelijk. Zij zijn van de goede oude tijd. Zij zijn mee met hun tijd. Zij met het hoofd in de cijfers. En zij met de handen uit de mouwen. Zij bij wie je altijd terecht kan. En zij bij wie je liever niet terechtkomt. Zij met hun klassiekers. En zij met hun tradities. Welkom. We gaan jullie vandaag enkele vragen stellen. Sommige vragen zullen misschien een beetje persoonlijk zijn. Wie kan echt niet in achteruit parkeren? En plots gaat het niet meer om zij, maar om wij. Wij die geloven in leven na de dood. Ja, ik pieker daar soms wel over. Ik ben al 40 jaar lang atheïst, maar dat is een taboe in Afghanistan. Wij die geboren zijn in een ander land. Wij met verborgen talenten. En wij met verborgen verdriet. Mijn grootmoeder is 3 jaar geleden gestorven. Ze was eigenlijk gelijk een tweede moeder. En ik mis haar gewoon. Wij die het lastig hebben aan het einde van de maand. 700 euro, eens de factuur betaald, schiet er niks meer over. Wij die soms eenzaam zijn. En wij die ons ook vandaag nog eenzaam voelden. Omdat ik niks of niemand anders niet heb, heb ik ondertussen 17 dagen in mijn auto geslapen. Nou, dat weet je, dan kon je wel tot besef dat je iets alleen bent. Wij die bang zijn van spinnen. Of slangen. Of koeien. Wij die bang zijn van wat anderen van ons denken. Wij die onze dierbaren altijd dichtbij hebben. Die verliefd zijn op iemand van hetzelfde geslacht. Die soms niet tevreden zijn met wat we zien in de spiegel. Die spruitjes maar vies vinden. En wij allemaal. Wij die dromen van een betere wereld.